het ermee. Juichenboer. Nu maar uit. Oké, dat gaat niet meer. Maar jong, zo direct naar hier komen, dat was het. Hallo, 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 hallo. De sfeer weg, hè. Hallo, hallo, hallo. Dat we ons moeten inbeelden, dat we voor die poorten staan en binnen gaan. We gaan daarom ook het lied zingen, ik wil juichen voor u. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Hey! Mijn blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Hey! Mijn hart is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met de lofdienst. Want ik wil je kenten deze dag. En ik zing je alle loflied. Heb mijn handen naar u op. Ik prijs u na. God van de eeuwigheid. Ik wil juichen voor u, mijn Heer. Mijn blijdschap in mijn hart. Ik wil jubelen voor u, Heer. Hey! Dat is vol ontzag. Ik herken u, Heer, bent God. En ik behoor u toe. Mijn aanbidding is slechts voor u. Wat ik ook denk of voel. En ik ga door de poorten met het loflied. Want ik wil. En ik zing u alle loflied. Heb mijn handen naar u op. Ik prijs u na, God van de eeuwigheid. Want de Heer is goed, zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Amen. Ja, ja, de Heer. Zijn liefde en zijn trouw, zijn de eeuwigheid. Amen. En ik ga door de poorten met het loflied. Want ik wil u herkennen deze dag. En ik ga door de poorten met het loflied. Want ik wil u ontmoeten deze dag. En ik zing u alle loflied. Heb mijn handen naar u op. Ik prijs u na. Ik prijs u na. Ik prijs u na. God van de eeuwigheid.
God van de eeuwigheid. God van de eeuwigheid. Laten we deze dienst aan de Heer opdragen. Vader, ik wil u danken, Heer, dat we de poorten mogen binnengaan. Heer, de poorten van uw liefde, de poorten van uw genade, de poorten van uw wijsheid, de poorten van uw geduld. Heer, maar ik wil u vragen, Heer, wilt u ook vanmorgen deze dienst zegenen? Wilt u de huiskamer zegenen waar de mensen mee volgen? Heer, wilt u uw woord vandaag ook zegenen? Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Het volgende lied wat we gaan zingen is: mijn hart gelooft, mijn mond belijdt dat Jezus leeft en leeft in mij. Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt dat Jezus leeft en leeft in mij. Ik hou mij vast aan hem met alles wat ik ben. Mijn hoop is in zijn naam alleen. Mijn hart gelooft, mijn mond belijdt dat Jezus leeft en leeft in mij. Ik hou mij vast aan hem met alles wat ik ben. Mijn hoop is in zijn naam alleen. Emmanuel, God. Daar is hij bij, God om zijn koninkrijk. Ik draag zijn heerlijkheid, door zijn naam lees ik hij in mij. Emmanuel, God ik ben, hij is het leven, het vuur in mij. Lied, dat is een lied, een stukje, een gebed zal ik maar ook zeggen. En eigenlijk gaat het erom dat we stil willen worden voor God. Stil omdat we
ja, nietig zijn ten opzichte van God. Tot we onzekerheid voelen voor de dag van morgen. En we kennen de situatie. Het is allemaal koffiedik kijken. Het is, we weten eigenlijk niet waar het naartoe gaat. Maar we kunnen onze hoop in Christus leggen. Weet je, God is steeds bij ons. Hij omgeeft ons. En hij is erbij als er beproevingen komen en zorgen. Weet je, en als we dat niet mogen zingen, weten we dat we een God hebben die langs ons staat. Al voelen we ons dikwijls eenzaam of zijn we alleen, maar we hebben een God die om ons geeft. Stil, mijn ziel, wees stil. Stil, mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeef je steeds, hij is erbij in je beproevingen van zorgen. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust. Mijn ziel, wees stil en dwaal niet af. Dwaas door het dal zal ik je leiden. Stil, vertrouw op hem en hef je schild tegen de pijlen van verleiding. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust. Ziel, wees stil en laat nooit los de waarheid die je steeds ontarmd heeft. Wacht, wacht op de Heer, de zwaarste nacht verdwijnt wanneer het daglicht doorbreekt. God, u bent mijn God en ik vertrouw op u en zal niet wankelen. Vrede, vorst, vernieuw een vaste geest binnen in mij die rust.
We gaan luisteren naar Jannes, die het woord zal brengen. Goedemorgen allemaal, hier, maar ook allen die thuis volgen of dit misschien later op de week kijken. Vanmorgen wil ik in deze bijzondere tijd stilstaan bij de brief aan de Thessalonicenzen. Een bijzondere tijd in die zin, ik denk dat u met me eens bent dat we het allemaal een beetje beu zijn. Die afstand en elkaar niet echt fysiek zou kunnen ontmoeten, kunnen knuffelen. Maar het is zoals het is en we zullen moeten afwachten tot alles verbetert natuurlijk. Maar in deze tijd worden er ook allerlei vragen gesteld en is er onrust. Zeker als nu ook de vaccins worden uitgedeeld. Allerlei vragen rondom wel of niet. Allerlei standpunten hoor je over en weer komen. We worden voor keuzes geplaatst. En dan is natuurlijk de vraag, waar laten wij ons door leiden in deze tijd? Sommigen zien daar al het geweldige eindtijd gebeuren in. Nu, het is een feit dat door alles wat we meegemaakt hebben, dat we wel kunnen zien dat alles voorbereid wordt voor het eindgebeuren. En als je dan Thessalonicenzen leest, dan staat daar zeker in hoofdstuk 2 heel wat over geschreven, wat er allemaal nog moet gebeuren voordat het einde komt. En de gemeente van Thessalonica had ook veel visie, of in ieder geval waren veel bezig met die eindtijd, met het eindgebeuren. En de eerste brief schrijft Paulus met de nodige aandacht voor die wederkomst van Christus. En de tweede brief schrijft hij omdat ze misschien wel een beetje waren doorgeslagen. Ze hadden gehoord over die eindtijd, over de wederkomst van Jezus. En ze hebben als het ware alles stilgelegd en zijn alleen maar gaan wachten totdat hij komt. En Paulus zegt in deze tweede brief eigenlijk van, pas op, je moet nog wel bezig blijven. En hij gaat zeker in hoofdstuk 3 daar nog verder op in. En er is ook een soort van dwaling binnengekomen in de gemeente die leerde van, de dag van de Heer is al aangebroken. En dat bracht heel veel onrust bij de mensen. Mensen waren gestopt met werken en ze leefden op kosten van anderen, omdat ze geloofden dat het einde nabij is. En Paulus doet een oproep om in hun eigen onderhoud te voorzien. En hij geeft instructies als ze dat niet doen. Nu, voordat we even naar het eerste hoofdstuk gaan kijken, heb ik een kaartje meegenomen over iets van de achtergrond van Thessalonica. En u ziet hier de tweede reis, zendingsreis van Paulus, met kleine stippellijntjes uitgetekend. En het bijzondere van deze tweede zendingsreis is dat hij uiteindelijk in Troas komt en haar een visioen krijgt van een Macedonische man, wat hem uiteindelijk doet besluiten om de zee over te steken en in Europa aan te komen. Komt er eerst in Filippi en daarna gaat hij naar Thessalonica. Maar daar is hij niet zo lang geweest, omdat er een heel veel vervolging was. Hij moest eigenlijk vluchten of weer verder gaan en zo kwam hij daarna in Berea, is dan weer verder gegaan, uiteindelijk naar Athene, om dan in Korinthe uit te komen. En in Korinthe is hij een tijdje, en we spreken helemaal niet over jaren in die tussentijd, het is echt misschien een paar maanden waarin deze periode zich afspeelt. En dan schrijft hij die eerste brief en die tweede brief, alle twee uit Korinthe. Misschien staat er daar maar een hele korte tijd tussen de eerste en die tweede brief. Misschien was het zelfs zo, de eerste brief was geleverd en de verslaggever komt terug, die de brief geleverd heeft, en Paulus reageert automatisch nog een keer op alles wat hij hoorde vanuit de gemeente. Maar vanuit Korinthe schrijft Paulus dus die brieven die wij hier hebben als de brieven aan de Thessalonicenzen. Thessalonica, u ziet dat op die andere plaatjes ziet u daaronder aan de stad van vandaag, zoals het daar aan de zee ligt. Maar Thessalonica was in die tijd een hele belangrijke stad. Veel van die steden die Paulus bezocht waren heel cruciaal. En dat was misschien ook wel heel strategisch gekozen.
Het was de handelsroute van Rome naar Azië. Men noemde dat de Via Egnatia, de weg die daar langs liep. En ze hadden een geweldige haven. Het was een financieel centrum van die tijd. Er waren heel veel zakenlui. En het was ook een vrije stad die bestuurd werd door magistraten. En er was een grote internationale bevolking. En als Paulus dan de eerste keer in Thessalonica komt, dan gaat hij naar de plaatselijke synagoge. En hij komt daar in discussie met de Joden. Maar er is ook een grote groep Griekse godvrezenden, lezen we in Handelingen. Geen Joden. Waarvan Paulus zegt dat ze kinderen van God zijn. En er is sprake dat hij er die sabbatsdiensten meemaakt. En misschien was hij er wel wat langer, maar uiteindelijk is hij dus die stad uitgewerkt. Timotheus en Silas komen met goed nieuws uit Thessalonica, dat het daar goed gaat. En dat geeft Paulus moed om hen die eerste brief te schrijven. Maar dan krijgt hij dus andere berichten en zo zijn we dus in die tweede brief aanbeland die Paulus geschreven heeft. En Paulus zijn brief, deze tweede brief, is op te bouwen in de eerste deel een bemoediging onder de vervolgingen, dan de uitleg over de dag van de Heer en dan als laatste nog een aantal vermaningen. Nu, we gaan even samen hoofdstuk 1 van de tweede Thessalonicense brief lezen met elkaar. Ik lees vanaf het eerste vers. Dus tweede brief aan de Thessalonicense, hoofdstuk 1 vanaf vers 1. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicense, die in God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Tot zover dit schriftgedeelte. In dit hoofdstukje zou je kunnen verdelen in de eerste verse waarin een bemoediging staat van Thessalonicense, jullie zijn goed bezig. En je maakt dan een onderscheid dat hij spreekt een dankzegging uit over wat zo goed is bij hun. Dan bemoedigt hij hun over hun vervolging en in hun vervolging. En dan heeft hij een gebed tot zegen. En dat is vaak Paulus zijn gewoonte om een brief zo te beginnen. Hij zegt eerst wie hij is en aan wie de brief geschreven is. Dan komt er een dankzegging, een bemoediging, een gebed. En dan komt de hoofdinhoud van de brief. Nou, daar gaan we vanmorgen niet over hebben. Misschien de volgende keer als ik hier ben. Maar het gaat dus even over de dankzegging wat er uitgesproken wordt, de bemoediging en het gebed. En deze drie punten heb ik zo mijn preek een beetje opgebouwd. Dus we gaan even naar de eerste. Hij is dankbaar voor hun groei. Dat is het eerste wat Paulus hier zegt. En hij zegt twee dingen eigenlijk bij die dankbaarheid. Hij zegt, jullie geloof dat sterk groeit. En de liefde onderling die steeds toeneemt. Dus de bemoediging voor deze gemeente is, jullie zijn goed bezig. Want jullie geloof groeit sterk. En de liefde onderling neemt toe.
Het geloof groeit nog steeds, ook na die eerste brief. Het is daar nog steeds aanwezig. Daar ontbrak het ook nog niet aan dat geloof. Maar er waren andere dingen waar hij zich meer zorgen om maakte. In 1 Thessalonicense 3, de eerste brief, schreef hij: wij bidden nacht en dag meer dan overvloedig om uw gezicht te mogen zien en om te volmaken wat aan uw geloof ontbreekt. Dus er zijn nog groeimogelijkheden. Ik weet niet hoe dat bij u is. Ik weet niet of u zegt van ja, ik geloof, ik ben er. Dan is vanmorgen toch wel misschien de boodschap voor u: het geloof kan groeien. Het geloof kan sterker worden. Kan dieper worden. Het is nooit klaar met het geloof. Met het geloof in uw leven. En ook wat de liefde betreft. De liefde die steeds meer toeneemt. Dat wil niet zeggen, hij is nu volmaakt. Jullie zijn klaar, het is goed zo. Nee, hij zegt, mooi dat dat bij jullie gebeurt. Maar laat het maar verder groeien. Geef maar ruimte aan God. Dat dat geloof en die liefde mogen groeien. En het bijzonder is dat we lezen in dit gedeelte dat Paulus zegt: en jullie voorbeeld gebruik ik ook bij de andere gemeentes. Dan verwijs ik naar, dan zeg ik tegen de ene gemeente: kijk eens naar de gemeente daar in Thessalonica. Kijk hoe hun geloof groeit, hoe hun liefde toeneemt naar elkaar toe. Wat een bemoediging wat Paulus hier zegt tegen die gemeente. Stel u voor dat vanmorgen hier de getuigenis gegeven wordt. Mensen, kijk naar die gemeente in Houthalen Oost. Hun geloof, dat groeit en groeit. Hun liefde, hun onderlinge liefde, hoe ze met elkaar omgaan, wordt groter en groter. Wat een bemoediging zou dat zijn. Misschien wordt het gedaan, ik weet het niet. Maar misschien moeten we heel persoonlijk kijken ook. Hoe is het met uw geloof? Is daar nog groei? Neemt het toe? Is er nog beweging? Of staat u stil? En we kunnen heel gemakkelijk stilstaan als de moeite komt. Of als er onvergevingsgezindheid is. Als we meer bezig zijn met de wereldse dingen, het materiële. Of corona. En we worden opgeroepen vanmorgen om dit bij God te brengen. Zeg: Heer, alsjeblieft, herstel in mij dat ik opnieuw weer in die groeimodus kom. Dat ik mag groeien in mijn geloof in U. Dat ik mag groeien in de liefde naar de mensen om mij heen. Volharding en trouw. Is dat nog aanwezig in onze weg met God? Of hebt u zich af laten leiden op een zijweg? Zijn andere dingen belangrijker geworden? En eigenlijk bij deze bemoediging worden we zelf geconfronteerd van: hoe is het met ons? Hoe is het met mij? Hoe is het met u? Is er nog groei? Kunt u zien, als u even terugkijkt naar 1 of 2 jaar geleden, van: ik ben toch weer verder gekomen. Ik heb God toch weer een beetje beter leren kennen en nog meer leren vertrouwen. Maar Gods verlangen is dat het groeit. En dat is wat Paulus zegt tegen de gemeente. Geweldig hoe jullie je uitstrekken naar dat geloof dat groeit en dat die liefde zo toeneemt bij jullie. En daar dankt hij voor. Daar dankt hij God voor. Dat zij zo'n getuigenis zijn. En dan gaan we naar het tweede punt. De bemoediging onder vervolging. De bemoediging onder vervolging. En daar hebben we helemaal te maken met de bemoediging die zit: jullie hebben het nu moeilijk door vervolging, omdat je gelooft in de Heer Jezus, dat je volgelingen van Jezus bent. Maar de bemoediging is dat er een dag komt dat Jezus komt en hij zal oordelen. Hij zal vergelden. Ik heb de titel gegeven: de apocalyps van Jezus. Vergelding en verlichting. En ik ga dat in dit gedeelte duidelijk maken. Eigenlijk is wat Paulus zegt als bemoediging naar de gemeente: jullie hebben het zwaar, jullie hebben het moeilijk. Maar wees van 2 dingen overtuigd. Er wordt afgerekend met degene die jullie dit aandoen. En aan de andere kant, Jezus komt terug met al zijn heerlijkheid. Dat is de bemoediging. Hou vol in de vervolging, want hij komt terug. De wederkomst van Christus. Apocalyps, de openbaring van Jezus Christus. Het zichtbaar worden van Jezus Christus in al zijn heerlijkheid en grootheid. Dat is het woord wat hier in dit gedeelte gebruikt wordt
die ik een beetje als kapstok gebruik om die twee elementen wat meer te verduidelijken. Paulus zegt, Gods rechtvaardig oordeel zal komen. Dan zal er afgerekend worden met al het onrecht. En hij zegt, de vervolging is eigenlijk het bewijs dat jullie het koninkrijk waardig zijn. Omdat jullie vervolgd worden, is dat al een teken dat jullie dat koninkrijk waardig zijn. Dat zijn de letterlijke woorden die Paulus in dit gedeelte gebruikt. Jullie zijn het waard, omdat jullie lijden en stand houden in de vervolging. Voor ons natuurlijk een beetje moeilijk voor te stellen, want wij kennen niet zulke vervolging. Wij mogen nog steeds openlijk belijden dat we christen zijn. We worden soms wel uitgelachen of bespot. Maar echte vervolging, zoals wat daar gebeurde, dat je gevangen genomen werd en veroordeeld werd, dat kennen wij niet. Maar jammer genoeg zijn er vandaag de dag nog miljoenen andere broeders en zusters die dat wel meemaken. Maar het helpt natuurlijk wel als jij in die vervolging bent, dat je veel meer uitkijkt naar de toekomst van de wederkomst van de Heer, toch? Deze week hadden we aan tafel zo bij het eten een gesprekje ook over die wederkomst. En dan heb je nog een jonge dochter aan tafel zitten en die zegt van ja, goh, voor mij mag het nog even wachten. Want ze heeft verkering, ze wil nog trouwen en ze wil nog... En dat is heel logisch. En we hebben het goed. En dat mag ook. Maar als je in vervolging zit, als je moeite hebt staande te blijven en mishandeld wordt en wat dan ook, dan kijk je heel veel meer uit naar die wederkomst van de Heer. En het is voor ons heel lastig om daarnaar uit te kijken. Tegelijkertijd, we hebben het zo fijn en zo goed hier met elkaar. En toch worden we opgeroepen om dat niet uit het oog te verliezen. Dat Jezus terugkomt. Want als Jezus terugkomt, dan is dat de openbaring, de apocalyps van de Heer Jezus. De onthulling van zijn heerlijkheid. Van zijn macht, van zijn schoonheid. Dat is het allereerst. Als Jezus terugkomt, is dat in al zijn heerlijkheid, zoals het hier ook omschreven wordt. En hij zal vanuit de hemel komen. En zo komt hij naar de aarde. En hij staat hier met zijn machtige engelen. Die zullen met hem meekomen. Nu, Jezus zelf heeft ook iets geschreven over de rol van de engelen bij de wederkomst. In Matthäus 13, vers 41, 42, daar staat, de Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die de wetteloosheid doen. En zij zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dat is ene kant. Ik heb over twee elementen bij die wederkomst. En hier, de engelen zullen gebruikt worden om alle mensen die wetteloos bezig zijn, die zonder God leven, zullen verzameld worden en zullen veroordeeld worden. Ik kom er zo nog op terug. Maar dan in Matthäus 24 zegt Jezus het volgende. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemelen tot de andere uiterste ervan. Dezelfde opdracht, nee, een andere opdracht aan dezelfde engelen van, om alle uitverkorenen bijeen te brengen. De wederkomst, waar de engelen een rol spelen, zal enerzijds een groep mensen verzameld worden die leven in wetteloosheid. En anderzijds de uitverkorenen zullen bijeengebracht worden. En dan wordt er gesproken met vlammend vuur, een teken van het oordeel, van wraak. Want zie, de Heere zal komen in vuur en zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden, zijn bestraffing in vlammen van vuur. Een tekst in Jesaja 66. Oei, daar hebben we moeite mee, toch? Een God die wraak oefent. Een God die oordeelt. Maar vanmorgen kan ik er niet omheen. Als ik het gedeelte behandel, dan is de Bijbel hier heel duidelijk. God zal komen. De wederkomst betekent allereerst ook het oordeel. De komst van zijn heerlijkheid, maar ook van het oordeel. Op die dag zal Jezus verheerlijkt worden, wanneer hij komt in al zijn heerlijkheid. Maar tegelijkertijd is dat ook het moment van oordeel. Dus de komst van Jezus heeft twee zijden. En in dit gedeelte wordt er twee keer het woordje wanneer gebruikt. In vers 8...
en vers 9. Wanneer? Twee keer. Negatief, positief. Die twee elementen moet u vasthouden. En de eerste komst, of de eerste wanneer is de vergelding. De vergelding van verdrukking. Dat is het woord wat daar gebruikt wordt. Oordeel, wraak oefenen, straf. Eeuwig verderf is het woord wat hier gebruikt wordt. Een pijniging. Weg van het aangezicht van de Heer. Buitengesloten van Gods heerlijkheid. Dit is de omschrijving van de hel. Een verschrikkelijke plaats. Ver weg van God. En als Jezus terugkomt, zal de vergelding gebeuren. Voor al diegenen die Jezus niet kennen. En dat moeten we niet afzwakken. En we moeten niet zeggen, ja, maar God is liefde. Ja, God is liefde. Maar God is ook een rechtvaardig God. En God kan niet anders dan eenmaal te moeten afrekenen met alles wat niet is naar zijn wil. Wat niet voor hem gekozen heeft. En ik vind het een lastige om dat zo hier te zeggen, maar de komst van de Heer Jezus, de ene zijde is dat er vergelding zal komen voor degene die hem niet kennen. En het oordeel is verschrikkelijk, een eeuwig verderf, een pijniging, weg van het aangezicht van de Heer, ver weg van God. Vergelding. Maar de komst van de Heer Jezus heeft ook een tweede zijde. De tweede wanneer, in vers 9. Daar wordt gesproken over verlichting. De verlichting die gaat komen. En daar wordt niet bedoeld een spot die daar komt, maar het gaat hier over, dan komt er rust, dan komt er ontspanning. Dat is het woord wat daar staat. Dan komt er vrede, dan is er harmonie. Dan komt alles tot rust. Je zou misschien kunnen zeggen, alles komt weer terug zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Bij Adam en Eva, voor de zonde. Dan komt alles weer op zijn plaats. En alles komt tot rust. Als Jezus Christus terugkomt, dan wordt alles weggenomen wat niet meer bij God hoort en wat tegen God ingaat. Alles wordt weggenomen en het pure van God en zijn kinderen blijft over. En dat brengt rust, verlichting, ontspanning. In 1 Johannes 3 staat, geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat we zullen zijn, maar wij weten dat als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn. Want we zullen Hem zien zoals Hij is. Dat gebeurt bij de wederkomst. Als Hij ten volle geopenbaard wordt, de apocalyps, dan zullen we Hem gelijk zijn. Want we zullen Hem zien zoals Hij is. En hiermee wil Paulus de gemeente bemoedigen. In hun vervolging. Hij zegt, hou vol. Jezus komt terug. En dat betekent enerzijds dat wat jullie nu moeten lijden door de mensen, dat die mensen veroordeeld zullen worden. Er zal vergelding komen. Maar aan de andere kant zal het voor jullie verlichting brengen. De ontspanning, de rust die Jezus wil brengen met zijn wederkomst, zal voor jullie een feit zijn. Jullie zullen mee mogen vieren met die wederkomst van de Heer Jezus. Vergelding voor de ongelovigen en verlichting voor de gelovigen. Het tijdelijke zal veranderen als hij komt, als hij wederkomt. En hij zal komen. En als hij komt, wat betekent dat dan voor u? Vergelding of verlichting? En dat is een belangrijke vraag. Als je Jezus erkent als de weg tot de Vader, dat Hij voor jou aan het kruis gestorven is en dat je hebt gezegd, Heere, U wil ik volgen, U mag mijn leven leiden. Dan is dat de dag van de verlichting. De dag van de heerlijkheid met Jezus samen. Dan zullen we met Hem gelijk zullen zijn. Maar als we die keuze niet hebben gemaakt, dan wil ik u vanmorgen waarschuwen. Dan zal dat de dag van vergelding worden. Waar geen ontkomen aan is. Dan meer. Nu wel nog. Maar dan niet meer. Stel uw hart open voor deze Jezus, zodat u deel zal hebben aan die verlichting als Hij terugkomt. Ik ga naar mijn derde punt, mijn laatste punt. Dan gaan we naar het gebed wat Paulus hier uitspreekt voor de gemeente. Gebed om Gods zegen. En het gebed zou je kunnen samenvatten dat God
in ons krachtig kan werken, waardoor Jezus Christus verheerlijkt wordt. Dat is zijn gebed. Dat God in ons krachtig kan werken, waardoor Jezus Christus verheerlijkt wordt. En hij zegt er ook daarom, hij zegt met deze heerlijkheid voor ogen, bidden wij ook altijd, hè, daarom, dat we leven in overeenstemming, de waardigheid, onze roeping, dat we die uitwerken op een waardige manier. Dat al het welbehagen van zijn goedheid met kracht volbracht wordt. En het werk van het geloof, de vrucht met kracht volbracht wordt. Dat is wat Paulus in zijn gebed zegt. Het is God die het ons doet, die het in ons doet, die het in ons wil doen. Daarom, laat dat de motivatie zijn om stand te houden in de vervolging, in de moeite, om stand te houden in een wereld waarin we vandaag leven. Met deze heerlijkheid voor ogen, dat we op de waardige manier mogen leven zoals God het bedoeld heeft. En dan komt daar, ik hou van dat woordje, opdat. Opdat. En dan zou eigenlijk elke keer als u dat woord tegenkomt, extra aandacht moeten komen. Want hier komt het doel. Waarom? Waarom moeten we dit doen? Waarom zouden we moeten volhouden? Waarom doorgaan in de vervolging? Opdat. En dan komt het doel. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in ons verheerlijkt wordt. En wij in hem. Vanuit de genade van God in Jezus Christus. En dat wordt ten volle zichtbaar bij zijn wederkomst. Dus je zou kunnen zeggen, er komt straks een heerlijke ontknoping, de apocalyps, de onthulling van die verheerlijking die gaat komen, waar we deel aan mogen hebben. Maar nu mogen we al een stukje groeien en genieten van die verheerlijking met hem en door hem in ons leven. Dat zou ons levensdoel moeten zijn, Heere. Verheerlijk uzelf nu op dit moment door deze preek. Verheerlijk uzelf als ik thuis ben met mijn vrouw en met mijn kinderen omga. Verheerlijk uzelf als ik op mijn werk ben en als ik daar mijn werk doe. Verheerlijk mezelf hoe ik met mijn buren omga. Verheerlijk mezelf en vult u zelf maar in. Dat is het levensdoel waar wij voor toe geroepen zijn. Niet meer voor onszelf te leven, maar in alles een verheerlijking te laten zijn voor onze Heer Jezus Christus. Dat is het doel. Heer, ik heb een nieuw huis, nou moet een huis kopen. Laat God verheerlijkt worden hoe u daarmee omgaat. En hoe u keuzes maakt. Je moet een nieuwe auto hebben. Verheerlijk God. Door daar met God mee om te gaan. En hem te verheerlijken daarin. En dat klinkt misschien heel raar. Maar dat is Gods verlangen. Dat alles wat wij doen, een verheerlijking is van zijn naam. Waardoor wij getuigen van die heerlijke naam van Jezus. En tot die tijd dat Jezus komt, wil God dit in ons bewerken. En stukje bij beetje die heerlijkheid al zichtbaar maken in deze wereld. Als een sterk getuigenis. En dan komt die dag en dan zal die verheerlijking overweldigend zijn. Als Jezus terugkomt in al zijn heerlijkheid. Jezus bad zelf voor ons het volgende. En al wat van mij is, is van u. En wat van u is, is van mij. En ik ben in hen verheerlijkt. Jezus zegt, ik ben in hen verheerlijkt. Ik heb mezelf in hen gelegd. Heere, laat hen die heerlijkheid weerspiegelen. Laat hen die heerlijkheid van u weerspiegelen. En hoe werkt dat dan? Zoals ik het al zei. Dat alles wat we doen, een eerbetoon, een verheerlijken is van God in ons leven. Wandel waardig volgens de roeping dat je geroepen bent. Leven met hem. Zijn goedheid zichtbaar maken door geloofswerken, door vrucht. Daarmee hem te verheerlijken. Door hem in ons. Dat is een geweldig groot levensdoel. Jezus verheerlijken. Groot maken door mijn leven. En mijn relatie met hem. En nogmaals, met mijn vrouw, met mijn kinderen. In mijn omgeving. In mijn werk. In de gemeente. Laten we samen dat doel ook voor dit jaar uitwerken. Laten we samen ons daarvoor inzetten. Ook al is het lastig dat we elkaar nog niet fysiek zo kunnen ontmoeten. Maar laat dat toch één van de levensdoelen zijn die u misschien wat meer bovenop moet zetten. Bovenaan moet zetten.
in de verwachting dat hij zal komen binnenkort. Enerzijds om te vergelden. Maar aan de andere kant om te verlichten, om de rust te geven, de verheerlijking die dat ten volle zal zijn, die ons tot rust zal brengen bij hem. En daarom hoop ik dat u met mij kan zeggen, Maranatha, kom spoedig, Heer Jezus, kom spoedig. Laten we bidden. Vader, ik wil u danken dat wij een stukje toekomst mogen weten door uw woord. Genoeg om door bemoedigd te worden en ook wakker geschud te worden. Heer, u weet hoe wij deze boodschap horen. En mijn verlangen en gebed is, Heer, dat ieder zich verheugd voelt, omdat we mogen uitzien naar die verheerlijking van u. De openbaring van uw heerlijkheid. Maar ik bid ook voor degenen die dat niet zeker weten. Heer, dat u hen ze misschien wijst dat Heer Jezus klaarstaat om in hun leven binnen te komen. Om hen mee te nemen naar die heerlijke dag. Zodat het geen dag van vergelding wordt. Heer, ik bid voor uw zegen daarin. Ik bid voor de gemeente hier in Houthalle Oost. Laat deze gemeente groeien in geloof en toenemen in liefde. Zodat u verheerlijkt wordt. Amen. Jannes, bedankt voor het woord. En like Jannes al zei, dat Paulus de gemeente van Thessalonicenzen zegende in de eerste verse van wat we gelezen hebben, heb ik ook een speciale zegen voor jullie vanmorgen. En eigenlijk is dat The Blessing Belgium. En dat is een lied van Vlaamse mensen uit Wallonië, uit het Duitslandig gedeelte, die samen de zegenbeden zingen. Een tijdje geleden heb ik die video gezien en ik was er zo door gezegend en ontroerd en aangeraakt in mijn hart dat ik het met jullie wil delen. We gaan er zo dadelijk naar kijken en dit is ook de afsluiting van onze dienst. Heerlijk, dit zegen niet waar we naar gaan kijken. The Blessing Belgium. You told me it took God. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu seul tourne vers toi. Te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa
keine Gunst sei, immer auf dir. Mit 8000 dir nach dir. Auf den Kindern, deine Kinder. Auf den Kindern, ihre Kinder. Oh, mag sein, ob ihr rüstet, en ob deis, geen iras. Ob ihr Familie, en ihr Kinder, en ihr Kinder, en ihr Kinder. Oh, mag sein, ob ihr rüstet, en ob deis. Generaties, op je familie, en je kinderen, en hun kinderen, en hun kinderen. Is dat vader, is de sultan, op plus de mi-generation. Sur ta famille, et tes enfants, et les enfants, de leurs enfants.